Goedendag en welkom bij Ter Index. Mijn naam is Nico en ik wil jullie graag meenemen in wat functionaliteit van de nieuwe Field-applicatie. Uh, deze keer wil ik jullie wat laten zien over het gebruik van bepaalde media, van de foto's en van documenten. Nou, we weten dat in de applicatie foto's gemaakt kunnen worden, die kunnen ook uh, in de webapplicatie toegevoegd worden aan een project, en in de webapplicatie kunnen ook documenten worden gekoppeld. Nou, die foto's en die uh, documenten die kun je uiteraard ook in je Field-applicatie uh, terugzien. En daar gaan we naar kijken. Je ziet op mijn tablet, ik heb de Field applicatie alvast opgestart en ik open een project. Dan zie ik links in het menu, daar zie ik al de foto's en de documenten staan. Dan nou, kijken we eerst naar de foto's, klik ik aan. Wat er gaat gebeuren, is dat hij eerst de thumbnails ophaalt, een kleine versie van de foto. Dat spaart data, zeker in het veld met een slechte internetverbinding, daar wil je niet lang hoeven wachten. Je kunt Op die manier kun je al aardig snel zien van, uh, wat voor foto's erin zitten. Maar wil je die foto's wat meer in detail zien, wil je wat meer ermee kunnen doen, dan uh, kun je die aanklikken en je ziet een downloadwolkje uh, uh, zie komen. En je ziet dat hij ze gaat downloaden. Je zag ze misschien al een beetje scherper worden. Maar als ik die nog een keer aanklik, dan zie je dat hij uh, groot opent. En zo kun je dan door je foto's ingaan in hoge, uh, hoge resolutie, in groot detail. Nou, een beetje vergelijkbaar ook met andere documenten. Stel er zijn uh, documenten gekoppeld, in dit geval een aantal uh, PDF-bestandjes die uit een klikmelding komen. Dan kun je de downloadknop aanklikken. En je ziet dan dat het uh, document wordt gedownload. Er is je eventjes uh, mee bezig. Nou, bestand is gedownload, open file. En je kunt op dat manier, moment. Kun je hem openen en verder gaan bekijken? Hm, dus op die manier een paar handige maniertjes voor, voor je foto's en uh, je documenten. Juist ook bij die documenten, in dit geval was het een PDF-document, maar ja, dat kan natuurlijk ook een Word-document zijn of een Excel-document zijn, wat je dan uh, zelf weer kunt openen en uh, verder kunt gaan bewerken. Daarmee komen we alweer aan het einde van deze uh, korte film. We hebben gekeken naar de foto's, we hebben gekeken naar de PDF-documenten, hoe je die snel kunt bekijken, hoe je die kunt downloaden. Handig in het veld, handig om te gebruiken. En de volgende keer gaan we weer naar uh, weer mooie nieuwe functionaliteit kijken in de nieuwe field applicatie. Dankjewel en tot ziens tot de volgende keer.